De attitude van jongeren in de samenleving kan nog bijgesteld worden. Daar zal stichting Push Forward aan werken met hun Back to School Empowerment online sessie, welke op 23 september wordt gehouden. Esther Pinas, Project Administrator, zegt dat met dit event jongeren gestimuleerd zullen worden om anders naar het leven te kijken. Volgens Pinas gaan de meeste jongeren naar school omdat de ouders dat verwachten. Daarnaast hebben ze echter geen begeleiding. De inleider Joshua Dwarkasing zal uitleggen hoe een positieve attitude voor een toekomst vol mogelijkheden kan zorgen. Je kan dat natuurlijk niet in één dag doen, maar het is een start waarbij we de tieners eigenlijk een positieve blik op het leven willen geven. Vooral in deze tijd heb je veel tieners die denken, waarom studeer ik? Het heeft toch geen nut, want het gaat me toch geen geweldige baan opleveren. Maar we willen ze anders laten kijken naar de school, maar ook hun talenten. Een combinatie daarvan, dat kan ze wel helpen om een geweldig persoon te worden in de maatschappij. Als stichting hebben we geconstateerd, ook uit ons ervaringen in het verleden, dat het heeft eigenlijk te maken met van waar komen die jongeren of tieners. Wat is de omgeving, zeg maar, waarin ze opgroeien. Je hebt de meeste jongeren die in ghetto-buurten opgroeien, ze zien niet echt goede voorbeelden. Ze zien mensen op hoeken staan, ze zien allerlei gedragingen, ze zien tienerzwangerschap. Ik ben dus hier natuurlijk niet om mensen te judgen, maar het zijn dingen die gebeuren. Het is de realiteit. En we willen natuurlijk dat de jongeren ook weten dat er andere dingen zijn die je kan doen met je leven dan wat ze gewoon zien. Toch? Daarom willen we ze dus eigenlijk duidelijk maken hoe ze eigenlijk op dat punt kunnen komen om, ondanks wat je om je heen ziet, dat je toch iets anders met je leven kan doen. Dat je toch een andere richting op kan. Je bent niet verplicht mee te gaan met wat je elke dag ziet. Pinas geeft ook aan dat scholing en talent bij een individu samen kunnen gaan. In de meeste gevallen zijn jongeren niet voldoende bewust hiervan. Er zal dus ook gesproken worden over je talent. Wat doe je met je talent tijdens je op school zit? Want dat is ook een heel belangrijk factor in het leven van jongeren. Het helpt je vormen naar de maatschappij toe. Dus die combinatie is belangrijk. Je talent ontwikkelen, maar ook je inzetten voor je studie. Waarom zeg ik dat? Als je bezig bent met een talent, maakt het dat je heel erg gedisciplineerd omgaat met je studie. We hebben veel voorbeelden gezien van topsporters die dus zeg maar hun talent heel veel aandacht hebben gegeven. En de spreker is dus ook een sporter, dus hij kan heel veel daarover praten. Ze kunnen vooral een heel flexibele online sessie verwachten. Het zal niet een sessie zijn waarbij de spreker alleen bezig zal zijn. Het zal een sessie zijn waarbij de spreker ze ook de kans zal geven om hun mening te uiten. Weet je, het is niet een sessie waarbij je aangeeft van ik weet het beter dan jou. Dus ik zeg je hoe je moet leven. Nee, we zullen samen met ze bezig zijn. En zo zullen we eigenlijk ze op de plaats brengen om eigenlijk een mindshift zeg maar, te maken van oké, ik kan anders naar het leven kijken. Dus ze kunnen een heel flexibele sessie verwachten, waar ze ook de kans krijgen om hun mening te uiten en vooral vragen te stellen. Stichting Push Forward heeft ervoor gekozen een online sessie te houden, omdat het zorgt voor gemak. Ook wordt er rekening gehouden met jongeren die niet fysiek tussen mensen willen zijn. Op de Facebookpagina Push kunnen geïnteresseerden nagaan hoe zij zich kunnen registreren voor het event Back to School Empowerment online sessie. Na een evaluatie over de reactie van jongeren op dit event zal er besloten worden of de stichting meerdere events als deze zal organiseren.